Tijgeltjesweesheden. We staan voor het aanrecht en ik wijs op het dubbel pak broodje frikandel. Klopt niet, zeg ik tegen jongste zoon. Moet frikadel zijn. Zonder N. Geen mens die het goed schrijft. Hij wil me niet geloven. Juist omdat geen mens het goed schrijft. We gaan niet ten onder aan heilige oorlogen, knettergekke dictators of ongelijkheid. Het probleem van de wereld is domheid. Of nee, een betere term is ongeschooldheid, ongeletterdheid. Je kunt elkaar niet begrijpen als je niet dezelfde taal spreekt en schrijft. Frikadel, onthoud dat. En het is geen overnieuw, maar opnieuw. Hetzelfde met een aantal zijn, zoals ik een collega deze week nog hoorde zeggen. Moet zijn, een aantal is. Je kunt je er lam op slaan, mensen. Blijven het verkeer doen. Maar iedereen doet het zo. Tuurlijk, dat is het argument. Al blijf ook ik lerende. Ik herinner me een discussie tussen acquisitie en redactie. In een advertentie stond Sliptongetjes met een P. Nee, zeiden wij, het is Sliptongetjes met een B. Zij bellen, maar de restauranteigenaar hield vast aan Sliptongetjes met een P. En de man, had gelijk. De ondermaatse tong heet zo, omdat hij door de mazen van het net slipt. Een mevrouw vertelde me een verhaal met de woorden maaimelk en zoetbreistraat. Ik heb echt geen idee waar de termen voor staan. Wat weer wel kan, ja, ik spring het van de hak op de tak, is het verwisselen van klinkers in tegeltjeswijsheden. Vraag me niet waarom, maar tegeltjeswijsheden klopt beter. Lijkt op iets uit Winnie de Poe.